Hey Fino, welkom terug bij Finoed. Dit keer neem ik jullie mee naar een van de beroemdste en bekendste wijngebieden van de wereld, de Bordeaux. Bij restaurant De Lage Vuurse, waar ik werk als assistent sommelier, hebben we een prachtige wijnkelder en vooral veel wijnen van Bordeaux. De Bordeaux die ligt in Zuidwest-Frankrijk. Het is verdeeld in drie gebieden. Je hebt de rivier de Gironde en die vertakt zich in twee rivieren. De Dordogne en de Garonne. De rechteroever van de Dordogne is een gebied, linkeroever van de Garonne. En tussen die twee gebieden heb je ook nog Entre de Mer. Maar in deze video ga ik het hebben over een wijn aan de linkerkant van de Gironde. Château Beaumont. Château Beaumont, er zit een zeer mooi stuk grond in de Haute-Médoc. Het ligt tussen de beroemde wijngaarden van Margaux en Saint-Julien. Het gebied waar de Cabernet Sauvignon-druif overheerst. Deze wijn wordt gemaakt van 50% Cabernet Sauvignon-druiven, 47% Merlot en 3% Petit Verdot. De Cabernet Sauvignon geeft de wijn kracht en lengte. De Merlot geeft de wijn het fruit en de Petit Verdot geeft de wijn intensiteit en tannines. Het zijn druiven die zijn oorsprong hebben in de Bordeaux. Wanneer is het château ontstaan? De eerste wijnstokken die zijn aangeplant in 1824. Oorspronkelijke eigenaars, de familie Bonnet, lieten in 1854 het château bouwen. Inmiddels, vele eigenaren later, is het de groep Grand Millésime de France, die met zeer professionele methodes dit château runt. Bij wijngebieden als Bordeaux zijn bijjaren een zeer belangrijk onderdeel. 2016 was een zeer goed wijnjaar met warme zomers, weinig regen, waardoor de druiven rustig geplukt konden worden voor het perfecte fruit in de wijn. Deze wijn is al erg mooi geopend en opdronken. Hoe lang wordt de wijn gerijpt? Deze wijn die rijpt 12 tot 14 maanden op Frans eiken. Voor houten vaten zijn tonneliers nodig. Tonneliers die bouwen en branden de vaten naar wens van de wijnmaker. Het hout die verzacht de tannines in de wijn, geeft houttannines mee en geeft ook aroma's zoals karamel en vanille. Van welke bodem groeien de druifstokken? De wijngaarden zijn aaneengesloten en hebben bodem van voornamelijk kiezel. De oevers van de Gironde zorgen voor een kalm en gecontroleerd klimaat. Er is 113 hectare aangeplant met gemiddeld 20 jaar oude stokken. Wat maakt de wijn bijzonder? Deze wijn heeft de classificatie Cru Bourgeois. Deze classificatie wordt om de 5 jaar herzien door een Franse organisatie om de herkomst en kwaliteit te kunnen blijven garanderen. Nu gaan we de wijn proeven. Even kijken, de kleur is mooi, robijnrood, diep, met een gemiddelde intensiteit. Hij heeft een aromatische neus met kersen, cacao, vanille, mooi rijprood fruit, aardbei, karameltoet zit er ook in. Hij heeft pruimen, hij heeft cassis, prachtig. Dit is fantastisch jongens. Dit is... Hier kan je echt van genieten. Gewoon een lekker vol glas, stevig, maar wel al mooi op dronk door dat mooie jaar. Hij is mooi strak, mooi rijpe tannines. En het is een mooi glas om bijvoorbeeld bij een tournedome met pepersaus, steak d'Ayenne of een mooie stroopwafelsaus erbij. Het, vooral volle gerechten met volle sausen. Vlees. Daar past deze wijn goed bij. Bedankt
voor het kijken naar deze video van Vino Ed. De wijn is te koop bij restaurant De Laag Vuurse in de delicatessenwinkel of natuurlijk aan tafel op het terras. Ik wens jullie hele fijne dagen en ik zie jullie weer bij de volgende video. Santé! Hey, Vino. Okay. Scène 6, action. Wanneer is het château ontstaan? Het château is ontstaan. Oké, nog een keer. Scène 6, action. Château Beaumont.